Ik ben op weg naar de Fotokina in Keulen. Dat is een tweejaarlijkse beurs, een hele grote beurs, op het gebied van fotografie en video. Nieuwste snufjes, nieuwste camera's. Altijd leuk om daar rond te lopen. Grote merken zijn dan Nikon, Sony, prachtige stands, Olympus, Canon natuurlijk. Ga kijken of ik leuke dingetjes kan vinden die misschien ook voor jouw business interessant zijn. En inmiddels rijd ik achter een auto met een kanon op me gericht, dus ik hoop dat ik er nog aankom. Dit is de eerste stand waar ik al sta en het is gelijk raak, want dit is een alternatief voor de GoPro en het heet Cubic. Klein cameraatje, is al meteen waterdicht, kost iets minder dan de GoPro, iets van 250 euro. Je kunt hem aansluiten op je iPhone aan de achterkant met een clip. En deze mevrouw doet het nu even voor. Dus je zet de clip op de achterkant van de Cubic en daar plaats je je iPhone in. En dan kun je gelijk zien of een andere telefoon, een andere smartphone, ze gaat het nu voordoen. En dan kun je gelijk zien wat je filmt. Als je 360 graden wilt filmen, dan kun je bijvoorbeeld zoiets gebruiken. Zowel voor een GoPro als voor die Cubic. Dit is een soort van steadicam, maar dan voor smartphones. Daar kun je heel stabiele opnames mee maken. Het gaat elektronisch. Deze meneer doet het even voor. En daarmee krijg je stabiele opnames als je bijvoorbeeld een trap afloopt. Hier vind je nog veel meer. Allerlei soorten en modellen van het merk Big Balance. Nomografie, dat is eigenlijk fotograferen op de oude manier met filmrolletjes, verschillende modellen camera's. Altijd erg creatief om te zien, ze hebben een leuke stand. Zelfs de hele vloer vol beplakt met allerlei vrolijke plaatjes. Ik ga nu op zoek naar de grote jongens, Canon, Nikon, Sony. Maar de hallen zijn hier zo groot, we moeten even zoeken. Het is een Sony stand en die hebben zo'n beetje een hele hal voor zichzelf. Dus ik ga nu even kijken voor de Sony Alpha 7S. Die wil ik eventjes in handen hebben. Dit is de Alpha 7S. Voor mensen die 4K willen filmen, die weten wat het is. Leuk apparaatje en vooral vrij klein. Als je buiten filmt, dan is het vrij hard licht, vrij veel zonlicht. Dan kun je dat wat verzachten met diffusers, met schermen. Hier achter mij zie je er een paar staan van het merk Sunbounce. Ze zijn niet goedkoop, maar wel heel goed. Ik sta op de Canon stand, een van de grotere jongens hier. En dit zijn twee modellen die ze net hebben uitgebracht. Hele kleine cameraatjes, de Legia Mini en de Legia Mini X. En het zijn best wel grappige cameraatjes, ook qua bouw, ze zijn vrij horizontaal. Maar je kunt er heel leuk jezelf mee opnemen, je kunt er hele mooie YouTube filmpjes mee maken. Er zit een beetje tussen een webcam en een camera in, heb ik het idee. Beide camera's hebben een groothoek en een iets meer close stand, niet heel close. Deze heeft wel een betere geluidskwaliteit, ik heb hem net gehoord. En heeft ook de mogelijkheid om een externe microfoon aan te sluiten. Dat heeft deze niet. Die kleine kost iets van 220 euro. Nou, die andere is ook klein. Maar een tikkeltje groter, een paar millimeter, kost iets van 340 euro. Misschien interessant om te kijken als jij tutorials wilt opnemen, jezelf wilt filmen. Absoluut handige dingetjes en de moeite waard om te bekijken. En als je iets professioneler wil gaan, dan kies je voor de 7D Mark II, net uitgekomen van Canon. Nou, dit zijn duidelijk de Nikon trappen. I am Connected, I am Creative, Outstanding.
van de Nikon reclame. Het grootste nieuws is de D750. Ik ga straks even naar kijken als het rustiger is. Ik ben hier bij de stand van Red, dat is een cameramerk. En er worden heel veel speelfilms mee opgenomen. Dus dat is wel een camera waar heel veel filmliefhebbers mee zouden willen filmen. Ik ook. Dat was het voor nu. Het was misschien kort, misschien wat snel. Er was heel veel te zien. Je wordt een beetje knettergek hier, maar wel leuk knettergek. Tot de volgende keer.